En wie werkt er in de nacht? Taxichauffeurs, verpleegkundigen, mensen in de continu, agenten, havenwerkers. Iemand moet het doen. Nachtwerk. Ja, ik ben ook de klos. Alfred Blokhuizen. Heel veel lekkere muziek. En ik praat met mensen over het nieuws dat hen persoonlijk raakt. Niet slapen, werken. Nachtwerk. Zondagavond na 12 hier op Radio Rijnmond. Nachtwerk. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. Ben je aan het werk of ben je nog wakker? Binnenkort komt een boek uit, Report Rotterdam, zoektochten door de haven van Rotterdam. Een fotoboek van Freek van Arkel. Hij doet het al 25 jaar, havenfoto's maken. Ik heb hem nu in de uitzending. Welkom. Dankjewel. Een havenfotograaf en al 25 jaar foto's maken. Ben je ook zo'n man die altijd met de camera op zak loopt? Nee, dat niet, maar wel als ik dat gebied inga. Het is vaak zo met fotografen, hè? Dat die altijd dingen zien die wij als gewone sterveling niet zien. Hoe komt dat? Ervaring, interesse, concentratie. Toch wel op zoek naar dat bijzondere standpunt of beeld, die samenstelling. Maar is het ook beroepsdeformatie? Op een gegeven moment voelt dat wel zo. Je bent in de dagelijkse praktijk, maak je die composities en zie je de dingen zich afspelen als een toneelstukje. En wat is dan het moment waarvan je zegt, en nou pak ik mijn camera? Oeh, in mijn geval gebeurt dat als het betrekking heeft op de onderwerpen die ik dan gewoon ben om te fotograferen. Zoals bijvoorbeeld de haven van Rotterdam. Als ik in mijn vrije tijd bijvoorbeeld in Hoek van Holland ben, dan bestaat de mogelijkheid dat ik daar dan ook weer foto's maak. Omdat die betrekking hebben op het onderwerp. Terwijl als ik een stukje verderop op het strand ben, dan is een gewoon strandtafereel niet snel aanleiding om te gaan fotograferen. Nu heb je al 25 jaar foto's geschoten in de haven. Heb je veel zien veranderen daardoor? Ja, het begon allemaal met zwart-wit fotografie eigenlijk. En voor mij bestond de haven uit zakken sjouwen, uit stukgoed. Ik dacht dat de hoofdactiviteit van de haven was. Mm-hmm. Later heb ik me wel gerealiseerd, daar kom je al snel achter, dat de containerisatie eigenlijk hoofdoverslagartikel was geworden. Ja. En dan maak je ook hele andere foto's dus ook, hè? Ja, dat is wel even slikken. Want in de jaren 80 heb je een soort socialistische inborst. En dan ben je op zoek naar arbeid en naar spierkracht. Uh-huh. Terwijl het eigenlijk door de containerisatie vervangen wordt door een mechanische vorm van overslag. En ook het product is uniform geworden dan. Dus veel meer machines dan mensen? Ja, en nog veel later. En dat zie je ook in mijn boek nog meer later, zie je dat de mens grotendeels wordt vervangen door automatisering. Ja, dat zijn die karren, hè? Die automatisch over die terreinen tuffen met die containers. Ja, er komt geen mens meer aan te pas. Ja. Nu heb je 25 jaar gefotografeerd en nu breng je dat samen in één boek. Een flink boek trouwens, 266 foto's erin. Wat is dat voor een boek? Wat heb je uitgezocht om dit boek zo speciaal te maken? De drijfveer voor het verhaal is het beleven van de haven. Hoe is het om daar te zijn? En daar zijn verhalen over geschreven door Dirk van Wilde. Hij heeft 10 verhalen geschreven over hoe het is om in de haven te zijn. Maar ook over de ontwikkeling van de haven sinds de Tweede Wereldoorlog, min of meer. Hij beschrijft daar in een soort, ja, je leest het als een roman, als een essay. Beleef de haven en terwijl je verder bladert, gaat je fantasie op eigen. Je fantaseert dat weer terug in die beelden. Dus het is ook een beetje een poëtische keuze. Dus de beleving, maar het is ook de ontwikkeling van de haven als groot gebied wat zich ontwikkelt ten behoeve van de groter groeiende vormen van overslag en industrialisering. En het is een gebied wat niet gebouwd is voor mensen, maar gebouwd is voor handel, om geld mee te verdienen. En dat maakt dat havengebied zo bijzonder. Ja, is het boek eigenlijk zo, moet ik het zo opvatten, dat de foto's verhalen van Dirk van Wilde ondersteunen, of is het toch andersom? Nee, het zijn de verhalen die de foto's ondersteunen. Het zijn de verhalen die de foto's gaan versterken. Het zijn de verhalen die
de foto's verklaren en tot leven brengen. Dus er is ook gekozen voor een opzet met 10 verhalen. Dus je hebt te maken met meestal kleurenfoto's. En dan op een gegeven moment dan krijg je weer een hoeveelheid zwart-wit foto's en een tekst. Dan komt er weer even een verhaal en dan gaat het langzaam weer over in kleur. En dan heb je weer dat woeste van al die kleurenbeelden. En dan gaan we weer even terug tot een soort rust in zwart-wit. En dan komt er weer een tweede verhaal. En zo gaat dat maar door. Waardoor eigenlijk die verhalen, ja, die brengen de beelden tot leven. Terwijl eigenlijk moet je, of je fantasie brengt het tot leven. Ja. En dat is het mooie van die verhalen. Over de fantasie gesproken, de kaft eigenlijk, hè, de omslag van het boek, laat al een prachtig beeld zien van kranen in de mist. Hoe kom je in hemelsnaam aan zo'n foto? Die foto die is gemaakt op een moment dat er lage mist is. En als je dan, doordat je fotograaf bent, kan je ook bedenken dat als je op een wat hoger gebouw staat, dat daar misschien wat bijzonders valt te beleven. Ja, en het is een welgeslaagde foto, mag ik zeggen. Ja, het is ook ik heb een paar, uiteraard wat meer foto's gemaakt, maar het heeft al een behoorlijk bereik gehad in de afgelopen jaren. Waar kunnen mensen meer te weten komen over dit boek Report Rotterdam? Ja, het boek verschijnt op 22 november in de boekwinkel. Het is ook te bestellen via de website van de uitgever. En dat heet F2 Publishing, waarin je dan ook een voorproefje kunt zien. Er zijn een aantal pagina's in afgebeeld. Goed. Heb je de webstekken erbij? www.f2publishing.com. Goed, en waar kunnen mensen meer informatie vinden over jouzelf, Freek van Arkel? Op www.freekvanarkel.nl. Goed, ik wens je heel veel succes met je boek. En natuurlijk ook met het fotograferen de komende jaren in de haven. Ik dank je hartelijk.